Yo, welkom bij Nerdcultuur Destiny. Destiny. Oké, vandaag gaan we het hebben over Destiny en over de nieuwe trailer en wat wij verwachten van Destiny 2. Ja. Maar nu eerst, Age of Triumph, wat vind je ervan? Ja, het is het laatste recordboek van voor Destiny 1. Hierna krijgen we dan natuurlijk Destiny 2, maar tot die tijd worden we even zoet gehouden met een compilatie van alles wat we tot nu toe hebben kunnen doen in Destiny 1. Ik vond het tot nu toe wel leuk, I guess. Om gewoon weer even alles te herleven, alle opdrachten opnieuw doen. Sommige opdrachten vind ik wel jammer dat ze niet eigenlijk gelijk geunlocked zijn, weet je. Wat voor opdrachten? Ja, in de Crucible vooral met PvP, dat je alles weer opnieuw moet doen. En dat je niet gelijk dat ze al heeft gezien, je hebt in je carrière al zoveel Rumble matches gedaan. Ja, natuurlijk. Want in die Age of Triumph, in dat boek, moet je allemaal challenges completen. En een van die challenges is dat je de nieuwe raids, of in ieder geval niet de nieuwe raids, maar de oude raids, die kun je nu, zijn in een nieuw jasje gestoken. Ja, light level 390. Light level 390, en die kun je nu herspelen, als je dat nog niet hebt gedaan. En jij bent er iets later ingestapt. Dus wat vind jij van de eerste twee raids, dat je die nu weer opnieuw kunt spelen? Ja, wel chill. Ik vind het wel echt leuk. Ik ben er nog niet echt aan toegekomen omdat party nog steeds een bitch is. Ja. Maar ja, het is wel chill dat het kan. Ik ben vooral blij dat de gear nu ook dan op hoger light level dropt, weet je. Ja. Want vooral de Crota's Endrate gear, die vond ik altijd wel echt super dat vet. Is wel, ja. Maar ja, die was hiervoor light level, weet ik veel. 270 200 of zo. Nog wat, ja, daar kon je niks mee. Nee. En nu kan je inderdaad weer met die nieuwe gear uit die oude raids, kun je nu helemaal zelf bepalen hoe je eruit ziet. Mm. En ik vind het, aan de ene kant vind ik het goed dat ze die nieuwe of de oude raids hebben teruggebracht. Mm-hmm. Maar aan de andere kant heb ik ook iets van, Bungie, is dit nou echt waarmee je ons tot september bezig wilt houden? Ja, precies. Ik bedoel, wij hebben het lang gespeeld. Mm-hmm. Echt lang. Ja, heel lang. Maar we zijn nu toch wel weer een beetje afgehaakt omdat de content hetzelfde blijft. Precies. Vooral omdat als je alles hebt gedaan in het boek, behalve wat je zeg maar moeilijk vindt te halen. Dus bijvoorbeeld als je alles hebt gehaald behalve de raid, dan stop je daar echt mee. Ja, je hebt niet echt een deniet om te completen, maar dat is het ook toch? Want hoe is dat dan nou precies? Als je het hoogste level van het boek behaalt, dan krijg je een t-shirt, maar wel €35 moet je bijbetalen, sowieso. En je moet het boek 100% compleet hebben, maar 100% completion kan je alleen hebben als je Destiny al vanaf september 2014 speelt. Mm. En dat heb ik zelfs niet. Ik speel vanaf december of zo. Ja, precies. Dus zelfs ik kan niet 100% halen, terwijl ik al bijna 3 jaar speel. En dan denk ik van Bungie, geef dat t-shirt gewoon bij 80% voor een tientje, weet je. Ja, ook omdat het op rank 7 al valt, hè. Ja. Want ik heb volgens mij dat al wel gecomplete zelfs. Volgens mij heb ik tot het shirt, maar je krijgt het shirt niet. Dus dan had ik liever gewoon een andere beloning voor rank 7 dan dat je een shirt krijgt die je dan pas krijgt achteraf, right? Ja. Oké. Maar oké, dat was Age of Triumph een beetje. Mm-hmm. Wat vond je van de nieuwe trailer van Destiny 2? Ja, eerst kwam de teaser natuurlijk uit. Dat was met Kate, die zat te chillen in een bar eigenlijk. Ja. En, die zat een beetje te vertellen over hoe de tower is gevallen en hoe de stad is gevallen en hoe hij nog tot het einde heeft gevolgd enzovoort. Mm-hmm. En daarna kreeg we natuurlijk gelijk de trailer waarin we dat allemaal te zien kregen. Ja, ik vind het tot nu toe wel heel vet. Wat ik jammer vind, wel goed dat ze dat in de trailer hebben gezet, maar de reden waarom je niet je wapens en je gear kan meenemen, omdat het gewoon heel de tower wordt gedestroyed. Ja, al je vault space weg. Je had al weinig vault space, maar nu is alles weg. Helemaal niks. Nee. Dus dat is wel jammer. Dat zien we dus in de trailer. Wat zien we nog meer in de trailer? Wat verbaasde jou nog? Geen fracties, dat vond ik vooral apart, weet je. Destiny is nu, tot nu toe, de fracties zijn wel een van de grootste componenten met levelen, weet je. De plaats waar je nog je hoogste gear van kan krijgen, maar weg nu. En dat was het vooral. We zien nog niet zo heel veel. Wat ik ook wel minder interessant vond, is dat ze niet een nieuwe enemy hebben geannounced. Maar dat het weer, zeg maar, de Cabal zijn. Cabal, ja. En dat vond ik een beetje apart van, oké, we hebben nog niet alles van de Cabal gezien, maar moeten we Destiny 2 beginnen met een vijand die we al kennen? Mm. Met gear die we zijn verloren, weet je? Ja. Krijgen we dan weer dezelfde gear? Of, ik zie het een beetje wapens? Zo, weet je. We hebben bij de Cabal blijkbaar alleen een van de Centurions vermoord, weet je? Met Fallister Ark. Twee. Die de Shield Brothers. Of Band Brothers, inderdaad. Ja. Juist. Ja. Zij zijn dus maar een klein deel van de fractie, weet je. De Caesar van de Cabal, omdat ze een beetje de Romeinse termen aanhouden, die komt nu ons halen. Ja, ik vind het op zich niet erg, weet je.
Crota en Oryx waren eigenlijk ook de grote, weet je, de, zijn ook, maar we hebben nog steeds ook Fallen en enemies gehad en zo. Dus misschien gaan we nog wel naar meerdere planeten. Zij is sowieso al bevestigd dat er meerdere planeten zijn. Ja, dat wel. Dus wie weet wat daar schuilt, weet je. Ik ben benieuwd wie we boos maken nog. En wat wil jij eigenlijk hebben in Destiny 2, wat je nog niet hebt gezien in Destiny 1? Ja, ik zeg het al een tijdje, maar ik wil Space Battle Strikes. Ik wil in je schip met z'n feet, met z'n drieën, gewoon Death Star, stilo, gewoon alles of niks, weet je. Geef de schepen nut, behalve dat je een beetje in je orbit laat schermen hangt. Dat is het eigenlijk het voornaamste wat ik wil. Okay. Het zou ook wel chill zijn als we wel wat exotics terugzien. Ik hoop het ook. Want ja, bijvoorbeeld een hunter zonder zijn bones of EO of een... Dat kan niet. Nee, dat is wel een beetje kut. Ja, wat ik eigenlijk vind is dat ze nog steeds met de raids, maak het iets makkelijker, maar versimpel het. Van, probeer toch iets met matchmaking erin te gooien, zodat het makkelijker is om de raids te doen. Ja. Wij zijn ervaren Destiny spelers, maar we hebben nog steeds niet alle raids gedaan. Nee, want jij bedoelt niet echt specifiek op de manier van hoe je de raid begint. Niet dat de raid zelf makkelijker moet worden gemaakt. Nee, maar hoe je matchmaking, zeg maar, hoe je met players in een team komt. Ja. En hoe dat team, zeg maar, die raid moet voltooien. Ja. Maak het zo dat je het raid kan voltooien met niet te veel interactie. Van, er moet wel interactie zijn tussen de spelers, dat vind ik niet erg. Nee. Dat je op party chat moet, dat vind ik niet erg. Maar maak het ook mogelijk dat je het zonder party chat kan doen. Ja. Bijvoorbeeld zoals in Borderlands 2. Daar kun je ook gewoon raiden zonder party chat. Ja, precies. Ja, nou oké. Okay. Dat is dus... En wat wil ik nog meer? Ja, exotics terug. Bepaalde exotics terug. Bepaalde of teken andere? Mogen wegblijven, want teken vond ik zo, ja, zo'n afdankertje eigenlijk. Dus nieuwe vijanden, nieuwe schepen, alles nieuw en beter. Nieuw en beter, dat wil ik voor Destiny 2. Nou oké, laat ons weten wat jij van Destiny 2 wil, right? Ja, tuurlijk, laat het weten op Facebook, Twitter. Hieronder gewoon, in de comment section. In de comment section. Like het, deel het, subscribe. Ben je net zo benieuwd of net zo hype voor Destiny 2 als ons? Laat het ons weten. Ja. We zien jullie later. Later.